zei aan het filmen. Ik ben Emmanuel. Misschien ken je mij ondertussen al, misschien nog niet. Maar ik ben zaakvoerder van Habitat in Wevelgem. Ons hoofdkantoor is in Wevelgem, maar ondertussen zijn we ook al actief in Poperingen, Ieper, Houthulst, Werflijk, Heluwe. Lauwe menen, al die regio's zijn ondertussen al actief, Zuidwest-Vlaanderen dus. We zijn een niet zo traditioneel vastgoedkantoor en dat doen we vooral door heel actief te zijn op social media en door de zaak wat anders te bekijken. En dit is een beetje ons verhaal dat we willen brengen nu. Ondertussen zijn we al met een team van 8 man, waarbij dat we zelf een content creator in dienst hebben. Die zit achter de camera en die is nu aan het filmen. Maar we zijn dus een mooie groei aan het realiseren en het is ook de bedoeling om te blijven groeien, om nog meerdere regio's te veroveren. Dus daarvoor zijn we altijd op zoek naar zelfstandige makelaars die wat ook die jonge, nieuwe vibe in zich hebben en die wat mee willen werken in het vastgoedkantoor van de toekomst, waar dat wij nu wel ferm aan het werken zijn. Dit is Alexander. Oh. Zeg. Tot dan, hé. Alexander, de klachtenhart. Momenteel zijn we eigenlijk ook bezig met een volledige rebranding van onze identiteit. Ook onze visuals en dergelijke zijn we ook volledig aan het veranderen. We zijn daar al een maand of 8 mee bezig, dus dat is een heel groot voorbereidend werk geweest. Maar we vonden vooral dat de huidige website en de huidige identiteit niet meer paste bij wie dat we waren. Ook niet meer bij ons kantoor, die ja, ver weg is van een traditioneel kantoor. Het ziet er meer uit als een bar. Het is een ontmoetingsplaats en dat is ook gewoon leuk, maar dat straalde niet meer af op onze website en onze socials. Ondertussen hebben we onze branding wel al wat gelanceerd op onze socials, dat heb je misschien al gezien. Het is wat nieuwer, het is wat speelser, er zitten wat nieuwe kleuren bij. Maar ons grootste stuk wat we eigenlijk aan het werken zijn, is de website. Dus daar gaat een volledig nieuwe website in, die zich opnieuw helemaal lostrekt van het traditionele vastgoedgebeuren. Ja, vastgoed, but not as you know it, noemen we het. Daar willen we eigenlijk op de homepage, de first screen, willen we een video lanceren die in 1 à 2 minuutjes uitlegt wat dat Habitat juist is en wat dat wij juist doen. Zodat als iemand op die website komt voor de eerste keer, dat hij op die video kan klikken en dat hij direct ziet wat dat Habitat juist zo uniek maakt. Dus ja, we hebben een shoot gehad, een volledige dag is er hier eigenlijk een team langs geweest. Ik denk dat ze met een 10-tal man waren. Ja, we voelden ons even Hollywoodsterren hier op de set. Ja, we was er hier een visagiste. Iemand die de kostuum deed, iemand die licht deed, iemand die klank deed, iemand die cameraman, dan was er een productieassistent, dus er was hier heel, heel veel vol. Het is op een professionele manier opgenomen geweest en het zal wel, ik denk dat het resultaat heel leuk zal zijn. We hebben het nu zelf nog niet gezien, dus ik ben eigenlijk in blijde verwachting naar het finale resultaat. Het was alleszins een superleuke dag, waar er heel veel te beleven viel. Er kwam wel heel wat voorbereidingswerk aan te pas. Het is eigenlijk begonnen met het eerste concept uit te werken. Wij hebben naar de scenarist en de productiemanager hebben we eigenlijk een beetje heel ons verhaal verteld. Daarin hebben zij wat analyse gedaan van oké, wat maakt nu juist Habitat? En het belangrijkste die daaruit volgde was eigenlijk het scenario van de video. Waarin dat eigenlijk alles perfect uitgeschreven stond. Dus van A tot Z werd het alles uitgeschreven. Dat was niet enkel mijn tekst, maar dat was ook de scènes en wat dat er ging gebeuren. Bijvoorbeeld toen dat ik in de zetel zat met dat vliegertje gooien. Dat was een scène die ook uitgeschreven stond. Eigenlijk alles stond van A tot Z uitgeschreven. Dus die voorbereiding was super belangrijk. Dat zorgt er ook voor dat je het echt gewoon naar het next level kunt brengen. Maar ja, Mathies, voor grote producties. Ik was goed voorbereid, dus mijn tekst kende ik supergoed. Dus ik denk dat dat al een helft van het werk is. De andere helft van het werk is gewoon de durf om voor die camera te komen. Maar dat groeit. De eerste keer dat je voor de camera komt, ben je redelijk schuchter, is dat nog allemaal wat nieuw. Maar ondertussen ben je al een paar keer voor die camera gekomen en dan gaat dat wel vlot. Dat weet je ook wel waar je moet op letten. Ik
geen stress. Maar joh, echt. Niet normaal. Nee. Mijn eerste scène was ik wel wat zenuwachtig, omdat er dan plots, ja, staat al 7, 8 man naar u te kijken hoe dat je bezig zit. Maar aan de andere kant moet je ook beseffen, er is één die gewoon op het geluid let, er is één die naar de licht kijkt. Dus ze kijken allemaal op een andere manier naar u. Dus hij moet gewoon zorgen dat je werk goed doet en dat je tekst goed kent. En eigenlijk, het verwonderde mij, maar eigenlijk is dat super vlot gegaan. Ja, dus mijn rol was vooral het concept uitleggen. De rol van de makelaars was dan meer om, ja, hoe moet ik het gaan zeggen, zij toonden meer alles aan. Ze lichten het eigenlijk meer toe, maar dan vooral visueel lichten ze toe. Dus dan bijvoorbeeld ons in-house media team dat we dan wilden tonen. En dan hebben al de makelaars zo wat foto's getrokken van hunzelf en zo. Ook toen dat ik door de bureauruimte liep, was er ook van alles van beweging. Dus we wouden ook aantonen dat er hier heel veel beweegt, dat stilstaan niet bestaat. Je gaat dat zien in dat filmpje, gaat alles heel snel vooruit. En dat was eigenlijk het belangrijkste punt van de makelaars ook, om aan te tonen hoe dat alles hier wat in zijn werk gaat. Ik was vooral uitgeput naar... ja, na die dag, je hoofd staat echt op ontploffen. Je moet vooral heel veel wachten. Want denk, voor een scène van 10 seconden zijn je meer dan een uur bezig. Omdat de licht en klank die goed gezet wordt, alles wordt in detail bekeken, hoe dat de belichting valt. Kopjes stonden op ontploffen, maar ja. Ik denk dat het resultaat normaal gezien op onze website zal komen eind september, vermoed ik. De video gaat al eerder klaar zijn, maar we gaan hem pas publiceren als onze nieuwe website klaar is. Het is ook vooral om hem daar te publiceren. Natuurlijk gaan we ook wel wat pieces op social media dan lanceren, zodat er wat fuss gecreëerd wordt daarom. Maar kijk alleszins uit naar de publicatie ervan. Ik denk dat gewoon het type marketing is dat je nu als bedrijf moet op focussen. Die video, het uitleggen, het duidelijk maken, maar het ook wel het speelse eraan tonen. We zijn eigenlijk met heel serieuze zaken bezig, vastgoed. Het gaat over grote bedragen, maar toch willen we die mensen ontzorgen en op een heel leuke manier eigenlijk ervoor zorgen dat we ze ontzorgen en dat gewoon een leuke transactie is in hun leven en dat ze dat onthouden, dat ze kunnen zeggen van met een woning gekocht via Habitat of is ze verkocht via Habitat. Het was gewoon een leuke ervaring en dat wouden we vooral ook in die video tonen. That's it. Wil je meer van dit soort video's zien, de behind the scenes in Habitat, alle makelaars die gevolgd worden, ik zou zeggen subscribe en blijf op de hoogte.